Daily Minutes nummer 1568 met een uitzending voor vandaag 7 maart 2019. Dat is het bulletin van donderdag. De data die is vandaag een uitgebreid verhaal over direction finding in het verleden in het Engels. En het gaat daarin vooral over de allergrootste installaties op dat gebied. Er zitten ook 3 foto's bij, waarvan er eentje die vrij groot is, die heel veel detail heeft. Ik heb verder ook weer een aflevering over repeaters, deel 3 van die serie. Het is een beetje een drukke week deze week. Vandaag ook hard werken. Nog steeds niet veel puff om een nieuw item voor de Daily Minutes te maken. Je moet tegenwoordig op donderdag Slowscan Radio al klaar hebben. Om die op tijd bij WIMB in Pennsylvania te hebben. Op vrijdagmiddag wordt die uitgezonden. Die uitzending maken is bijna een dagdeel werk. En ik ben daar speciaal heel vroeg voor opgestaan. Ik ben vooral benieuwd naar rapporten over deze DRM-uitzending op vrijdag. Volgens Kim Elliott zit er vaak wat ruis op het beeld als je dat via DRM uitzendt met SSTV. De uitzending is dus morgenmiddag van 14:30 tot 1500 uur UTC, dus het is hier een uur later, 3:30. En dat op 13.755, net onder de 20 meter band. De uitzending is regelmatig hier te ontvangen. Vorige week ging dat niet vanwege zeer ongunstige condities op dat moment. Op 13.755 kHz dus in DRM. En dat vanaf 14.30 UTC lokale tijd 15.30. Ik ben vooral benieuwd naar rapporten over de DRM-plaatjes dus. Dus mocht er iemand bij zitten met een DRM-ontvanger, ik zou zeggen, doe je best. Jongen. Nou ja, en dan heb ik het al druk. En ik weet niet wat er met die katten is. Een paar jaar geleden deed ik een ronde op 50 MHz. En toen had ik andere katten dan dat ik nu heb. Maar bij Martine was het volgens mij toen ook al bij. Maar die maakte altijd keet op die avond dat ik die ronde deed. Hè. Dan kon ik het niet hebben. En dan, nu is dat ook zo. Het is elke middag vlak voordat ik de uitzending begin. Dus ik sluit voor de zekerheid eentje in de keuken op. Dat ze geen ruzie kunnen maken. Maar of ik nou Martine of Roderick in de gang opsluit. Alle twee lopen ze voortdurend door de uitzending heen te kraaien. Op de deur te timmeren, me af te leiden. En het is één grote stressbol. Dus ik heb ze nu met z'n tweeën in de keuken. En ze breken de tent dan maar af wat mij betreft. Ja, het zijn lieve beesten en je hebt er veel aan, maar op lastige momenten, het zijn net kleine kinderen, je zou ze achter het behang plakken. Deel 3 van de serie over repeatertechniek. Gisteren hebben we behandeld dat de meeste repeaterbeheerders voor een repeater graag dezelfde antenne voor zowel zender als ontvanger willen gebruiken. Om echter de zender en de ontvanger op dezelfde antenne aan te sluiten, zijn, zoals ik al beschreef, zware maatregelen nodig. De zender en de ontvanger met een T-stuk op dezelfde antenne aansluiten gaat dus niet werken. Niet alleen overstemmen het zendsignaal en de ruis die de zender afgeeft dan al het andere. Het signaal van de zender is op de ontvanger zo hard dat hij in veruit de meeste gevallen direct kapot gaat. Zelfs met 2 antennes in de nabijheid van elkaar zal het signaal van de zender al vaak de ontvanger beïnvloeden. In veel gevallen wordt op die manier de ontvanger zelfs geheel dichtgedrukt. Dat kun je hooguit verbeteren door speciale maatregelen, bijvoorbeeld door de antenne van de ontvanger in een dip voor het zendsignaal te plaatsen. Om het in concrete getallen uit te drukken, bij een repeater met 10 watt op 2 meter is voor de meeste apparatuur een demping nodig tussen het signaal van de zender en de ontvanger van tussen de 80 en de 90 dB. Een dempingsfactor dus van 1 met 8 tot 9 nullen. Een duplexfilter zal hier dus minimaal aan moeten voldoen. Vergroot je het zendvermogen met 10 dB, van 10 naar 100 watt dus, dan moet het filter ook 10 dB meer dempen. Bij een reductie naar 1 watt is het omgekeerde het geval. Meest in gebruik in dit soort gevallen zijn zogenaamde cavity filters. Die bestaan uit stevig messing buismateriaal, dikke buizen met daarin een resonerende holte. Ik heb ook een ontwerp gezien met 2 zinken emmers bovenop elkaar en dat zou ook goed werken. Maar dan wordt die wel groot. Aan de bovenkant zit dus vaak de mogelijkheid om de afzonderlijke cavities af te stemmen en dat is ook nodig. In de praktijk worden er meestal 3 tot 4 van die filterpotten tussen de zendlijn gezet en 3 tot 4 voor de ontvanger. Voor de hand liggend is om 3 of 4 van die filters op de ontvangstfrequentie af te stemmen en die andere 3 tot 4 op de zendfrequentie. Bij de coax van de antenne worden dan deze 2 filters samengevoegd. Het zendsignaal vindt dus op zijn weg in totaal 6 tot 8 filterpotten voor het bij de ontvanger kan komen. De filterpotten worden zo scherp mogelijk op de respectievelijke zend- en ontvangstfrequenties afgeregeld. Dit is een manier waarop dit inderdaad kan werken.
Deze configuratie blijkt echter op de gewenste frequentie nogal veel demping te geven. Tussen de 2 en 4 dB zijn praktische waarden voor 2 meter voor die demping. Bij ontvangst is dat al veel, bij zenden is het ook heel veel. Bij 3 dB demping bijvoorbeeld, dat zit daar net tussenin, dan blijft de helft van het zendvermogen in het duplexfilter met de cavities achter. Dit wordt daar dan dus in warmte omgezet. Bij repeaters met veel zendvermogen zul je in zo'n geval het filter zelfs misschien moeten koelen. Om die reden wordt vaak een andere filterconfiguratie gebruikt. In cavities zitten 2 koppellusjes, één voor de ingang en eentje voor de uitgang, met aan elk meestal een coaxplug. Als je de in- en uitgang van zo'n cavity intern met elkaar verbindt, door middel van ofwel een kleine condensator of een spoel, dan gebeurt er iets bijzonders met de filterkarakteristiek van zo'n cavity. Er ontstaat in zo'n geval een scherpe notch met een punt waar één frequentie dus heel scherp wordt weggefilterd, met daarnaast een gedeelte dat een stuk minder demping geeft dan de configuratie met het doorlaatfilter. De notch wordt hierbij zo afgeregeld dat deze het zendsignaal uit de ontvanger houdt en zo ontstaat er toch een voldoende grote demping. Dit terwijl de doorlaatdemping op de zend- en ontvangstfrequentie dus heel veel kleiner is. Een praktische waarde van een filter als dit is bijvoorbeeld tussen de 0,1 en 0,3 dB demping. Dat is meer dan 10 maal zo goed als met de pure filtercombinatie. Overigens worden de duplexers in de vorm zonder de notch nog wel gebruikt. Dat is bijvoorbeeld op plaatsen waar heel veel zendapparatuur bij elkaar staat. De notchfilters filteren signalen ver naast de gebruikte frequentie veel minder goed weg dan de filtervariant. In zo'n geval neemt men dus genoegen met de veel hogere demping en verhoogt eventueel het zendvermogen om het verschil te compenseren. De op deze manier aan de ontvangstkant verloren gevoeligheid die kan echter niet worden gecompenseerd. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Retour.